mijn vriendschap met Ed gaat al heel ver terug. LTS gaat niet zonder elkaar. Nee, dat gaat niet. Dus we hebben alles gedaan. We zitten nu samen in de motorclub. Dus eigenlijk van de Yamaha zijn we nou naar de Harley gestapt. Dus ja. Helemaal goed. Ed van Gelder heeft al jaren een bijzondere vriendschap met Jan Oosterbaan. Hij maakte alle perikelen uit het leven van de kickbokser van dichtbij mee. In de jaren 70 ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen in deze school. Daar heb ik ook voor het eerst Jan ontmoet. Ja, en dat was opzet, was er gelijk al een klik tussen ons. Wij zijn elkaar tegengekomen en altijd vrienden gebleven. En dat is toch wel typerend als je al 45 jaar met elkaar omgaat. Al heel snel hadden we in de gaten dat leren niet echt een ding voor ons was. We waren het liefst bezig met rottigheid uithalen. Later zijn we eigenlijk naar de sportschool gegaan van Martin Borneman. En Jan was lekker aan het trainen met die gasten. En dat deed hij soms twee keer per dag. Want hij wilde gewoon echt doordouwen in het sportwereldje. En natuurlijk waren we trots op hem. Ventje uit Rotterdam. We waren 14 toen we elkaar ontmoetten. Jan Oosterbaan, de kickboxlegende van Rotterdam-Zuid. Hij had een glansrijke sportcarrière, maar ook een crimineel verleden. De aanleiding was natuurlijk dat ik al die jaren voor Jan Lul gezeten heb. Maar dat is niet het enige natuurlijk. Hè. Mijn boek gaat over motorrijden, mijn boek gaat over sporten, het gaat over alles. Uiteindelijk is hij wel door die horeca ook in dat criminele circuit terechtgekomen. In de tijd toen hij opgepakt werd, ja, nou ja, dan ging hij brommen. Ja, prima. En dat accepteerde hij ook. In 1986 werd toenmalig Nederlands kampioen gepakt voor een overval op een juwelierszaak dankzij een uitzending van Opsporing Verzocht. Natuurlijk was ik verbouwereerd en dacht ik van, wauw, dat is Jan. Hoe kan dat nou? En ongeacht hoe hij eruit zag, want hij stond daar gewoon in een driedelig pak, heel netjes in het geweer dat je zegt, er staat gewoon een man die gaat een Rolex kopen. Maar ja, dat was dus niet zo. Ja, en mijn reactie was natuurlijk van, god, verdikke me, dat was Jan. Nou ja, oké, zo be it. Ja, maar weet je wat is, ik heb geen drempelvrees, weet je wel. Als ik langs de juwelier loop, ik kijk naar binnen, ik denk zo, dat is makkie, een paar ton klokjes meenemen. Ja, dan denk ik dat de volgende dag. En ja, een beetje onschuldig eigenlijk.